Dit weekend is de locatie testen voor toegang bij de trimmer Tichgien. Maar nu kan het in Dokkenberg hier op een grote markt. Hoe wie is binnen jou met dit besluit dat het toch nog weer kan? Nou, daar ben ik erg wijs mee, want ik vond het slim en onverstandig dat mensen die een testwaan lieten, gewoon toch helemaal de dracht van jou had moesten. En ja, hun misschien wel heel de andere test lieten en toch het nachtleven in doeken zoen. En hoe werkt het precies? Je kan je test litten en dan kan je een testbewijs krijgen, dat is vergees. En dan kan je je scannen litten bij de horeca, weet je, hinnenwollen of het restaurant of het theater. En dan kan je dan die doos erheen. Want ze werken nou echt met een systeem van polsbandjes. Ja, dat is heel belangrijk, want ja, de testlocatie in de trimmer gaat dicht. En in de horeca merkt men een heel soort mooie werking om ik op toegangsbewijzen te controleren. Dat vinden we heel wijs mooi. Maar ja, de horeca zoals je dus, ja, wij vinden het wel heel slim dat dan die vergeten testen dat fut is. Nou, dat begrepen wij. Nou, we merken dat Den Haag daar net adequaat op reageert. Dus hebben we zo'n van, nou, dat doen we dat zelf. Waarbij dus ik een polsbandje invierd word voor Dokkum, zodat mensen makkelijk een polsbandje krijgen. En dat is net meer in elk café of elk restaurant ja, die scannen litten mag, maar dat is gewoon dat polsbandje haast. De reden dat het bedrijf bij de trimmer stapt is omdat het financieel niet uitkoe. Toch zit hetzelfde bedrijf hier weer. Kan het nou dan financieel wel uit? Nou ja, dat heeft te krijgen met het feit dat de Stichting Open Nederland die faciliteiten aanbiedt via een contract. En die het contract wijzigen. En dat betekent dat voor hun commercieel net langer interessant is. En dan moesten wij als gemeente Beerwijk erin stappen om dat zeg maar, dan wel mogelijk te maken. Omdat wij vinden dat, schoon ik het tal besmettingen, dat het wichtig is dat mensen hier hun wol testen litten op het moment dat ze van doel binnen om de horeca in te gaan. Bij de trimmer kon heel veel mensen makkelijk parkeren en zei hier op een markt is dat wat oors. Is het dan wel handig om dat hier bij de grote markt te doen? Ja, elk plak heeft zijn voor's en zijn chins. Iedereen weet wel wat de markt in Dokkum is, dus dat is op zich makkelijk te vinden. Als je die jongeren die het op stap gaat, die komt hier onnaar als ik. Dus in die zin zit ze op het goede plak.